Rode biet met appel. Heerlijk. Het ziet er echt lekker uit. Een hele goede dag, lieve kijkers. Welkom op mijn kanaal Vegan Lounge. Ben je hier voor het eerst? Klik dan hieronder op het rode knopje en daarnaast klik op het belletje, want zodra ik weer een hele leuke video voor jou heb, dan krijg jij een notificatie. Nou, prima. Vandaag ga ik een heerlijke, gezonde rode biet appelsap maken. Nou, rode biet en appel zijn natuurlijk heerlijke, gezonde fruit- en groentesoorten. Het is gewoon lekker, gezond, boordevol vitamine, boordevol mineralen, hartstikke goed voor je lichaam, voor je lever, voor je spijsvertering, etc. Nou, wat heb je hiervoor nodig? Ik heb in ieder geval 3 zoetsappige appeltjes. En ik heb 4 biologische rode bieten gekookt. Deze heb ik van de Albert Heijn. Nou, ze hadden helaas geen rode bieten rauw. Dus ze hadden alleen gekookt. Het beste is om rauwe te gebruiken. Maar voor deze video gebruik ik rode bieten gekookt. Niet erg, ze zijn net zo gezond. Prima, als eerste wat ik ga doen, ik ga de appeltjes schillen. Het hoeft niet, het mag. Kijk, als je biologische appeltjes hebt, dan kan je natuurlijk de schil erop laten. Goed, ik heb de appeltjes geschild. Ik heb ze in kleine stukjes gesneden. Ik heb ze ook natuurlijk gewassen. Dat mag ook. En ze zijn klaar voor mijn sapcentrifuge. Nou, het volgende zijn de rode bieten. Nou, de rode bieten zijn al gewassen, geschild en alles erop en eraan. Alleen ze zitten in een plastic zak en je ziet hier, ja, kijk maar, sappen. Dus hier moet je mee oppassen, want die rode vlekken, daar moet je echt mee oppassen. Dat ze niet op je kleren komen, et cetera. Op je handen maakt niet zoveel uit, maar laat het niet op je kleren komen. Ik neem hier een schaaltje, een kommetje. En dan ga ik voorzichtig met de schaar de bovenste opening knippen. Om even zo, net alsof het een soort van pak limonade is of zo. Of een pakje sap. Goed, als eerste begin ik met de rode bieten zoals je ziet. Het zijn er, even kijken, 1, 2, 3, 4, 5 stuks. En die ga ik allemaal in mijn sapcentrifuge doen. Zoals je ziet, rode bietensap. Even kijken hoeveel. Bijna 300 milliliter. Voor ongeveer 5 kleine rode bieten. Nou, geweldig. Het ziet er heerlijk uit. Dus volgende ingrediënt: appelen. Goed, de appelsap komt er ook uit. Zo. Nou, de appel en de rode bieten, moet je kijken, wat een geweldige combinatie. Ik ga hem heel even omdraaien. Het is nu vol. Moet je kijken. Oh mijn god, heerlijk. En die schuim. Nou, ik ga de appel en de rode bieten alvast hier in het flesje doen. Zo. Ziet er echt lekker uit en het ruikt echt geweldig. Zo. Prachtige kleur, moet je kijken. Rode biet met appel. Heerlijk, het ziet er echt lekker uit. Het ruikt lekker. Ik ga het ook even proeven natuurlijk. Ja, zeker weten.
mijn god. Oh, wat lekker. Oh, lekker romig. Appelsap. De bieten. Ja, perfecte combinatie, hè. Echt perfecte combinatie. Rode biet en appel. Nou, dan ga ik natuurlijk ook nog gember erbij doen. Zo, kleine stukjes snijden. Ik hoef maar een beetje. En die gaat ook de sapcentrifuge in. Ik heb de rest van de appels en de gember heb ik ook erin gedaan. Die doe ik ook in de fles. Zo. Heerlijk hoor. Het ziet er echt lekker uit. Nou, dit kan er niet meer bij. Dus die doe ik hierin. En voilà. Het is gelukt. Het is gelukt. Rode biet. Appel en een beetje, klein beetje gember. Even roeren zo. Echt heerlijk ziet het eruit. Echt waar. Ook hartstikke goed als je niet lekker bent. Hè? Vooral met dit weer. Hè? Je bent niet lekker of niet energiek. Dit is echt een super energiedrank. Rode bieten zijn echt energiesappen. Echt waar. En je kunt het ook zien in mijn informatieve video over rode bieten. De voordelen van rode bieten. Daar leg ik uit waarom rode bieten nou zo energievol zijn. Ik ga proeven. Oh, I love it. Och, dit is echt... Ik heb geen woorden voor hoe lekker dit is. En het is zo gemakkelijk te maken. He, je hebt alleen maar, wat heb je nodig? Een sapcentrifuge. Nou, sapcentrifuges zijn niet zo duur trouwens. Slow juicer vind ik wel duur. Dus op het moment zie je mij ook geen slow juicer gebruiken. Maar een sapcentrifuge is te doen. Een sapcentrifuge, ja, tussen de 50 en de 60 euro is het waard. Mocht je tip willen hebben, ik heb hier een link onder waar ik mijn sapcentrifuge heb aangeschaft. Klik op die link en dan ga je mijn sapcentrifuge zien. Ook ongeveer van die prijs. Schaf hem aan. Ja, schaf hem aan. En ga sappen. Ga sappen. He, je kan wortelen sappen. Selderij. Ja, bleekselderij is nu echt populair geworden. Kijk maar op YouTube. Bleekselderij. Binnenkort een filmpje van bleekselderij van mij. Rode bieten, zoals je ziet. Heerlijk. Appel. Je kan het gewoon zoveel mengen als je wil. En nou, vooral nu met rode bieten, appel en gember. Gewoon goddelijk lekker. Je kan ook wortel erbij doen. Goddelijk lekker. Maar het belangrijkste, het is echt gezond. Prima. Nou, mochten jullie deze video een leuke video vinden, geef dan een duimpje omhoog. Deel de video met jouw vrienden, familie en kennissen natuurlijk. En ben je nog geen abonnee? Klik hieronder op het rode knopje. En daarnaast klik op het belletje. Want zodra ik weer een hele leuke video voor jou heb, dan krijg jij een notificatie. En dan zie ik jullie natuurlijk weer de volgende keer. Dag!